De ultieme kick. Abseilen van de hoogste abseilplek van Europa, namelijk de Euromast. Het avontuur start op 100 meter hoogte met een fantastisch uitzicht over de architectuur van Nederland. De kick-off was met verschillende BN'ers, onder wie de zakenvrouw van het jaar 2007, Sherita Narijn, en oud-Feyenoorder Stanley Brard. En die vonden het een unieke ervaring. Hoe gaaf. Ja, het was echt heel leuk. Eng, maar wel als je eenmaal hangt, dan is het helemaal geweldig. Onwijs gaaf. Ja, dat is heel erg leuk. Abseilen is via een klimtouw zelfstandig afdalen van steile wanden. Eitje? Nou nee, want er is geen wand om je voeten tegen af te zetten. De Euromast is de enige plek in Europa waar abseilen op deze manier kan en is heel populair. Ja, dit is het 13e jaar. Gemiddeld gaan er zo'n 2300 mensen per jaar naar beneden. Allemaal veilig halen ze het ook op de grond. Gecontroleerd en wel. En er zijn ook bedrijven die gewoon tijdens het jaar ook nog boeken. Dat is een minimum van 20 personen en dan kan je eigenlijk de abseilvlucht ook wel afhuren. Abseilen is zeker niet zonder gevaren. Voordat ze begonnen moesten de deelnemers dan ook een aansprakelijkheidsovereenkomst tekenen. En ze mochten vooraf geen drugs, alcohol of andere verdovende middelen hebben gebruikt. Toch is het volgens height specialists niet zo gevaarlijk als het lijkt. Nee, het is eigenlijk helemaal niet gevaarlijk. Zeker niet op het moment dat je de aanwijzingen van de instructeur opvolgt. Ondanks dat het zo eng was, wilden de deelnemers het wel nog een keer proberen. Want nadat je het eenmaal gedaan hebt, is de spanning wel weg. Ja, nee, ik wil nu tokkelen. Nu wil ik echt met zo'n ding eraf echt snelheid maken. Ja. Dat is een echte aanrader. Soms komt het ook voor dat de deelnemers op het laatste moment toch terugkrabbelen. Nou, als ze eenmaal over de rand zijn, gebeurt het een enkele keer. Eén keer in de 3-4 dagen dat een persoon daadwerkelijk niet wil. We proberen altijd mensen te stimuleren om toch verder te gaan. Want achteraf hebben ze er altijd spijt van dat ze het niet hebben gedaan. Al met al vonden de deelnemers het een leuke ervaring. En ze hebben het maar mooi gedaan.